eenzaam. Dames en heren, goedenavond. Wij gaan verder met de raadsvergadering van vorige week die wij rond de klok van 11:15 geschorst hebben, zodat wij vanavond het einde van de vergadering met elkaar kunnen beleven. De schorsing was niet omdat de opwinding zo groot was, maar omdat de voorzitter behoefte had aan rust. Ja, er komt een moment in je leven dat je inziet dat je niet meer de energie hebt van toen je nog 18 was. Nou, bij mij heeft het tot mijn 42e geduurd, dus dat is al best knap, dames en heren. Want die zat er allemaal nog frisse hondjes bij, maar ja, de voorzitter die moet toch het debat leiden. Dus ik ben er weer helemaal klaar voor. Ik heb vanmiddag even een uurtje gerust en nou, ik heb echt het volste vertrouwen in de afwikkeling van de vergadering van vanavond. Maar zonder gekheid, het zou mooi zijn als wij ook vanavond rond 11 uur zouden kunnen klaar zijn. Maar dat zou moeten lukken, want u heeft de vorige vergadering aangegeven dat u nog dacht ongeveer een half uur tot een uur bezig te zijn. Dus laten we kijken of dat met elkaar lukt. We hebben 3 berichten van verhindering. Mevrouw Makkinga van de CDA-fractie, de heer De Jonge van de VOV-fractie en wethouder Ter Keurst laat zich ook verontschuldigen. En dat gezegd hebbende probeer ik even mijn notitieboks op te starten. En dan gaan wij volgens mij verder met het gemeentelijk deel van de jeugdzorg, noem ik het maar even. Integraal voorstel jeugdhulp. En ik kijk even of alle fracties daarover het woord wensen. Dat lijkt zo grosso modo het geval. Dan begin ik aan de linkerzijde met de heer Leuwik, CDA-fractie. Ja. Leeftijd. Oké. Voorzitter, ik weet niet waar het over gaat, maar ik ga maar beginnen. Leeftijd. Oké. Voorzitter, bedankt. Daar zal ik maar even mee beginnen. Bedankt voor het beantwoorden van mijn schriftelijke vragen met betrekking tot de pilots. Maar ik moet er toch nog wel even op terugkomen. Dat zult u straks wel horen. Het college vraagt ons in te stemmen met verzoek om voor 1 jaar, het jaar 2017... het contract met de BVO te verlengen met de taken inkoop en contractmanagement, administratie en monitoring. Verder neemt u vanuit het visiedocument Jeugdhulp IJsseland 2017-2020 de ruimte om, uitgaande van de eigen kracht en met de inzet van de pilots, verder de transformatie van de jeugdhulp lokaal in 2017 verder vorm te geven. De pilot met betrekking tot de leefwereld. U had het daar over ondersteuning van een huisarts door een ondersteuner jeugd. Vrijwilligers in gezinnen zijn vooral gericht op preventie en vroegtijdige signalering. Dit ondersteunen wij volledig als CDA, maar, ik heb er nog wel een maar bij, maar wordt bij de uitwerking van die pilots ook de participatieraad erbij betrokken en of de expertise van ervaringsdeskundigen gebruikt. En dan iets geks. Bij de uitleg van de burgerinitiatieven, dat staat op bladzijde 6 van het raadsvoorstel, daar staat een heel verhaal en dan heeft het CDA toch eigenlijk een beetje met verbazing gelezen. Daar staat namelijk het volgende. Een inwoner heeft een probleem. Het probleem wordt voorgelegd aan de zorgaanbieders. De zorgaanbieders komen met oplossingen. En de inwoner kiest voor een voorgelegde oplossing van de zorgaanbieder. En vervolgens wordt deze gekozen oplossing uitgewerkt, uitgevoerd en gemonitord. Dat vonden wij een rare volgorde. Is het niet beter samen naar de mogelijkheden en oplossingen te zoeken zoals wij gewend zijn? En wat betreft de pilots met betreft de systeemwereld of het financiële systematiek, met als doel resultaatgericht werken, dat beoordelen wij als CDA positief. Voorzitter, tot zover mijn eerste termijn. Ik dank u. Ik kijk naar de fractie van de heer van de VOV, de heer Middelkamp. En in één keer raak. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de afgelopen zomer hebben we een voorstel behandeld waarin we hebben vastgesteld dat we eigenlijk uit het samenwerkingsverband 2 activiteiten, administratie en monitoring, wilden halen en dat gaan organiseren om dat zelf te gaan doen.
In het raadsvoorstel wat voor ligt, en ik citeer ongeveer letterlijk, staat het geheel overnemen van deze taken is niet haalbaar in 2017. Punt. En voorzitter, dat vinden we eigenlijk een beetje nadat we van de zomer een hele discussie hebben gehad over het naar onszelf toehalen van die taken. Vinden we eigenlijk een beetje kortere bocht, een beetje mager geformuleerd. En we zouden graag iets meer willen weten, voorzitter, van de portefeuillehouder, waarom het niet haalbaar gebleken is. Wisten we niet waar we aan begonnen of hadden we, wat zit daarachter? En dan maak ik even een kleine, niet een bruggetje voorwaarts, maar achterwaarts. Agenda punt 11 van een week geleden hebben we vastgesteld dat van de hoeveelheid taken binnen de regio er een aantal, dat we ze allemaal continueren naar volgend jaar. Maar dat juist deze twee, administratie en monitoring, expliciet volgend jaar er alsnog uitgehaald zouden kunnen worden. Daar heeft de wethouder een toezegging in gedaan. Daar waar de tekst eigenlijk wat anders suggereerde. Maar los daarvan, we zijn blij met de toezegging. Dus hebben we het idee dat het dan volgend jaar wel gaat halen. En hoe gaat dat er dan uitzien? Nou, dat over dat ene zinnetje dat het niet haalbaar is gebleken, voorzitter. Graag van de wethouder een toezegging. Het tweede punt wat we graag zouden willen inbrengen is de inzet van de praktijkondersteuner GGZ. En dan met name voor de jeugd. En alhoewel we het fenomeen erg ondersteunen, zijn we toch enigszins verbaasd dat hier een pilot voor is uitgeschreven. Maar het kan ook zijn dat we de bedoeling, de strekking ervan niet helemaal goed begrijpen, voorzitter. Want wat is er aan de hand? Er is een praktijkondersteuner GGZ en die is werkzaam voor alle huisartsen in Ommen. Deze praktijkondersteuner heeft ook een specialisatie in jeugd. Voorzitter, er is ons te oren gekomen dat de huisartsen geen behoefte hebben aan uitbreiding van hun POH. De praktijkondersteuner, laat ik een POH noemen. En bovendien hebben we onszelf afgevraagd, maar dat krijgen we ook een beetje terug, is het enigszins onduidelijk waar de verantwoordelijkheden liggen. Je moet zich voorstellen, er meldt zich een gezin of een patiënt bij de huisarts. En de huisarts heeft vanaf dat moment de verantwoordelijkheid om een diagnose en een behandeling, et cetera, te doen. Als de huisarts kiest om de praktijkondersteuner daarvoor in te zetten, dan is het de verantwoordelijkheid van deze huisarts. En nogmaals, die praktijkondersteuner die is er en die is werkzaam voor alle huisartsen. Dus waarom die pilot? En als we dat dan doen en we schrijven in het stuk, wij gaan een pilot doen voor praktijkondersteuning bij huisartsen. Wie zijn wij dan? Wie stuurt, als je kijkt naar de randvoorwaarden, die praktijkondersteuner aan? Wie betaalt betrokkenen? En wat verwachten we daar dan van? Dus voorzitter, eigenlijk, het fenomeen is fantastisch, maar hebben we er toch de genoemde vragen bij en zouden we graag van de wethouder willen horen hoe de wethouder daarnaar kijkt. Daarnaast, voorzitter, hebben we ook, en misschien dat dat in een eventuele pilot zou kunnen worden meegenomen, ook teruggekregen dat er behoefte is bij de huisartsen aan een betere verbinding. Een verbinding tussen enerzijds de huisartsenpraktijk en anderzijds bijvoorbeeld het samendoenteam of de jeugdartsen. En dan moet u denken aan bijvoorbeeld ook de geautomatiseerde koppeling. Het komt te vaak voor dat gegevens dubbel moeten worden ingevoerd. Dat de gegevens uit het ene administratiesysteem niet passen in het andere. Daarnaast zit er nog een privacy aspect natuurlijk bij. Maar daar is wel degelijk behoefte. En als we het proces willen verbeteren en we willen met één plan aan de slag, dan zou het heel erg prettig zijn als de informatie die beschikbaar is in Samen Doen en bij de huisarts, als dat wat dichter op elkaar zou kunnen komen. En daarnaast, voorzitter, en dat is het laatste van dit betoog in de eerste termijn, hebben we teruggekregen dat relatief gezien ten opzichte van alles wat samenwerkt rondom de jeugd, de jeugdartsen nog wat weinig in beeld zijn. En het zou goed zijn als die er in de pilot ook wat meer zouden bij worden betrokken. Voorzitter, dank u wel. Dat was het in de eerste termijn. Ik dank u. Ik kijk naar de fractie van D66, de heer De Vries Robles. Voorzitter, dank u wel. Ik moet zeggen dat ik met enige gemengde gevoelens deze gegevens bekijk die meegeleverd zijn in deze notitie om ons een gevoel te geven over hoe de staat van de jeugdhulp in Ommen is. Om te beginnen krijgen we hier cijfers tot en met Q2. En de tweede opmerking die gemaakt wordt is dat er sprake is van dat hier weliswaar de cijfers van de Samen Doen team en van het CIZ geleverd zijn, maar dat de andere toetredingskanalen tot de jeugdhulp hier niet in vermeld zijn. Dus eigenlijk zeggen deze cijfers ons weinig. En dat ga ik ook proberen bij u na te vragen van hoe dat nou precies zit.
Want wij constateren dat als we naar de financiële cijfers kijken, dat vind ik overigens nog wel ook een curieuze notitie in de nota. Er wordt gezegd dat de uitputting in 2016 ongeveer in lijn is met 2015. Maar op totaalniveau gaat het wel om 1 miljoen meer. En dat vind ik toch niet in lijn met. Terwijl we notabene budgetair van een lager bedrag uitgegaan zijn. Dus die daling die we verwacht hadden, die zit kennelijk niet in de cijfers. En dat is dan wel weer gek als je dat koppelt naar die cijfers die bij ons uit het Samen Doen team komen. Want we zien eigenlijk dat het gebruik van de voorzieningen significant afneemt. Van 360 totaal jeugdvoorzieningen in 2015 naar 282. En het aantal unieke cliënten gaat van 235 naar 184. Ik kan dat beeld niet zo goed raden met het feit dat we desondanks dus een fikse overschrijding hebben. Dus daar heb ik eigenlijk wel behoefte aan verduidelijking. En ik denk dat we dan maar moeten wachten totdat de rapportage van de ondersteuningsclub uit Zwolle er is. Dat zegt u ook op een gegeven moment. Maar dat betekent dus eigenlijk dat deze cijfers ons eigenlijk bitter weinig zeggen. Vervolgens kunnen wij deze rapportage voor kennisgeving aannemen. En dan is vervolgens het verzoek van, nou gaan wij dan ook nog akkoord met de opdracht die we feitelijk geven aan de ondersteuningsclub. En ja, daarvoor hebben we volgens mij de vorige week al een besluit over genomen. Dus dat is feitelijk al geregeld. De enige vraag die ik nog wel zou willen hebben, is het nou zo dat op dit moment het zo is dat de aanbieders in Ommen nog budget voldoende hebben om ook de laatste 2 maanden van het jaar door te komen? Of is er sprake van schaarste? Want we hebben bijvoorbeeld wel geluiden gehoord dat in Zwolle al een van de aanbieders gewoon gezegd heeft, ik heb geen budget meer en ergo, ik kan dit jaar geen nieuwe kinderen in behandeling nemen. Nou, dat zou een punt zijn waarvan ik denk dat we ook nog wel iets meer duidelijkheid over willen hebben. Dank u. Dank u wel, fractie van de VVD, mevrouw Schunselaar. Dank u wel, voorzitter. Wij spreken vanavond over het integraal voorstel jeugdhulp. En ik heb het vorige week ook al gezegd toen met het andere voorstel visie jeugdhulp IJsseland. Maar ik zeg het nu bij dit voorstel in elk geval weer, dat ik beide voorstellen enigszins in elkaar vind overlopen. Anderszins een vervolg is op het andere. Eigenlijk had ik liever gehad dat die dingen in één waren gegaan. Dat was het ook een beetje makkelijker. Want omdat je dus op een aantal punten bij de twee verschillende notities dezelfde opmerkingen, invalshoeken, bewoordingen leest. Dat vond ik het ook wel een beetje lastige notitie. Maar goed, we gaan verder. We hebben een hele hectische periode gehad, althans het Samen Doen team ook, 2015-2016. En ik denk wel dat op dit moment ook een waardering moeten uitspreken voor datgene wat het Samen Doen team gedaan heeft, voor elkaar heeft gekregen. Anderzijds moet je ook wel constateren dat wanneer je met jeugdwerk werkt, jeugdhulpwerk, dat het altijd hectisch zal blijven. Dat is nou inherent aan jeugd. We gaan nu over naar de kwaliteitsslag. En ik heb 3 J's geconstateerd, althans bij mij. Nee, niet die, want daar ben ik geen fan van. Laat ik nou heel helder zijn. Je dacht al van... Ja? Ik heb een gitaar bij. Nou, ik daag uw voorzitter uit straks. Straks? J. Ja, een van de 3 J's. Ik zit even te denken, hoe heten die gasten? Ik zou het niet eens weten. Ja, ja. Jongens, dit wordt heel leuk vanavond. Het wordt toch 11 uur. De eerste J is, en het zijn 3 woorden, 3 keer het woord, jammer. Het is jammer, althans wij vinden het jammer, dat de BVO op dit moment alleen cijfers kan aanleveren tot Q2. Dat is ook eerder ook al gezegd. Heeft dit nu nou werkelijk met de bureaucratie te maken? Kwam ineens bij me op. En met het gevaar dat waar het om gaat, dat is dus dan de jeugd, dat in het gedrang dreigt te komen. Ik vind het wel jammer, ook een beetje zorgelijk. Het is ook jammer dat de BVO op dit moment wel de financiële gegevens per zorgcategorie,
per gemeente kan geven, maar niet, nog niet per gemeente op persoonsniveau. Wat is de reden hiervoor en wanneer kunnen we dat verwachten? Want het is wel heel belangrijk om dat te weten, omdat wij, dat hebben we al vaker gezegd, ook graag willen monitoren. Wij willen gewoon weten waar we aan toe zijn. En dan is het ook nog jammer dat op dit moment ook de zorgkosten onder de noemer onderzoek regionale kosten jeugd voor de regio IJsseland 2015, daar spreken we over, dat het nog niet, dat die cijfers nog niet definitief zijn. We zitten eind 2016. Ook hiervoor zouden we graag de reden willen weten. Dan gaan we naar de pilots, want kwaliteitsslag. De leefwereld, lokaal. Ondersteuning, huisartsen, gezinsartsen. Daar is het een en ander over gezegd. Maar dan komen we bij het punt inzet vrijwilligers in gezinnen. Ik heb dat ook al eens in de commissie gezegd. De privacy hierin vinden wij heel belangrijk. En we zouden dat graag, in elk geval die garantie willen hebben, dat die privacy gewaarborgd wordt. Burgerinitiatief op zich prima, maar we wachten wel heel graag de voorstellen hierover om dan echt een oordeel daarover te geven. En dan wil de VVD-fractie aan dit rijkje nog graag toevoegen, de stakeholders. Organiseer eens een bijeenkomst met deskundigen in het veld, de stakeholders, om zo meer kennis te vergaren. Want zij staan immers toch met de beide voeten in het veld. Dan gaan we naar ondersteunen jeugd. Op zich is het prima dat we dit in Ommen ook gaan oppakken. Maar, ik heb het eerder gezegd, laat alles niet te bureaucratisch worden. Met te weinig aandacht waar het om gaat en dat is de jeugd. Taken van het BVO, daar hebben we vorige week ook over gesproken. Dat zullen we nu niet veranderen, op zich prima, in het jaar 2017. De evaluatie staat in de notitie, is voor 31 juli 2017. En we kijken ook met belangstelling naar deze uitkomst uit. En tot slot, voorzitter, de VVD wil er de nadruk op leggen dat er dringend een goed uitgewerkt plan moet komen voor de lokale jeugdhulp. Want dan kunnen wij verder hiermee. En dan kunnen wij ook met dat plan ook gewoon zeggen, nou, wat moet erin, wat moet er niet in en wat gaan we monitoren, et cetera, et cetera. Dank u, voorzitter. Ik dank u. Ondertussen hebben we even uitgezocht hoe het met de drie J's zit. Ja. Maar het zijn Jan, Jaap en nog een Jan. Ja, dank u. Geen Jantje, eigenlijk wel, want de derde Jan is namelijk een zoon van een eerdere van de drie J's. Dus het is allemaal wel een beetje familiair op zijn Volendamse, zullen we maar zeggen. Maar goed, we zijn niet in Volendam. En de heer Moerman die denkt, dit duurt mij lang genoeg, dit gauw hoor, ik kom er vast naar voren. De fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik hoorde in de eindtijd, ik denk, nou, dan laten we dan niet al te veel... Precies, ja. Voorzitter, wij gaan akkoord met de voor een jaarverlenging van het uitbesteden van de administratie en monitoring. Maar wel in die verwachting dat dit jaar vooral wordt benut om de administratie tot een minimum te beperken. Door informatie uit het primaire proces te halen. Aan te sluiten bij die methode die ook de informatieplicht van de aanbieder eenvoudig houden. En aansluiting van de BVO te bepleiten, bijvoorbeeld bij de landelijke beleidsmonitor. Zoals die onder meer ook in Enschede wordt beproefd. Voorzitter, tot zover. Dank u wel. De fractie van de LPO, de heer Bongers. Ja, dank u, voorzitter. Ons betoog duurt iets langer. Integraal voorstel jeugdhulp. In het raadsvoorstel wordt gevraagd te besluiten over een vijftal punten. Wij hechten er belang aan om de volgende op te merken. De afgelopen 2 jaar is de gemeente Ommen bezig geweest met de transitie van de jeugdzorg in de breedste zin. Er zijn goede dingen gebeurd en er is veel werk verzet. Daarvoor de complimenten voor de medewerkers. Echter, nu breekt de periode aan dat er gaat worden ingezet op de transformatie. Dat is minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker. De jeugd in Ommen moet, zoals geciteerd uit het raadsvoorstel, gezond en veilig kunnen opgroeien, waarbij de aandacht is voor de individuele mogelijkheden van het kind. Dit is van het grootste belang. De hulp en ondersteuning die hierbij nodig is, moet aanwezig zijn. Tevens is daarbij aandacht voor het gehele gezin van groot belang. Daarbij moet kwaliteit van aanbod voorliggend zijn.
De LPO kan zich vinden in de lokale pilots die worden voorgesteld. Graag willen wij bij de pilot ondersteuning huisartsen via monitoring duidelijk blijven volgen wat het effect is van de inzet van ondersteuners jeugd bij huisartsen. Hoe gaan deze zich verhouden tot het samen doen team en hoe verloopt deze samenwerking? Hoe wordt er vanuit de huisarts en het samen doen team eerder gesignaleerd dat er iets niet goed gaat met een kind dan wel het gezin? Hoe gaat de extra aandacht voor preventie eruit zien? Bij de pilot inzet vrijwilligers in de gezinnen vragen we de raad tijdig en duidelijk mee te nemen in de vraagstukken en uitkomsten aangaande de inzet van vrijwilligers en de belasting die dit voor hen meebrengt. Wij hechten veel waarde aan de vrijwilligers dat ze een goede ondersteuning ontvangen bij hun taak hierin. Wel willen we benadrukken dat ondanks de grote meerwaarde van vrijwilligers, professionele inzet altijd moet kunnen worden gegarandeerd. Het moet niet zo zijn dat er eerst een vrijwilliger wordt ingezet en wanneer dat niet voldoende is, dan pas een professional. Laat dit hand in hand samengaan. Vanzelfsprekend hecht de LPO er waarde aan dat er meer aandacht is voor burgerinitiatief. We hebben kennis genomen van de kernboodschap van de regionale visie jeugdhulp 2017-2020 en we kunnen ons hierin vinden. Wel hebben wij de volgende opmerking hierover. Het is de bedoeling dat de financiële solidariteit over 85% van het budget wordt losgelaten en voor de resterende 15% willen we gemeenten een regeling treffen voor bijzondere situaties. Hierbij wordt uitgegaan van onvoorzien, onuitstelbaar, onontkoopbaar en onbeïnvloedbaar. Het is aan de gemeente zelf om hierop een beroep te willen doen. Hiervoor wordt een adviescommissie in het leven geroepen. Voor ons is dit echter nog erg algemeen. Graag willen we periodiek worden meegenomen in de mate en werkwijze van aanspraak op dit budget. We ontvangen graag specifieke informatie over en wanneer hierop aanspraak kan worden gemaakt. Enkel de benoeming onvoorzien, onuitstelbaar, onontkoopbaar en onbeïnvloedbaar is voor ons de tussenmier, aangezien dit van groot belang gaat. Tevens willen we worden meegenomen in de uitkomsten van de twee deelprogramma's. Zorg ervoor dat de tijdspad en de inhoud aansluit bij datgene wat de gemeente om het lokaal wil inzetten. Tot slot, voorzitter. De LPO kan zich vinden in de tekst van de gemeenschappelijke rekening uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsseland. We willen graag afsluiten met de opmerking dat er nog vele open eindjes zijn. Er is behoefte aan het duidelijke en deze kan deels gegeven worden door het maken van de lokale visie op jeugdhulp in de breedste zin. Niet alleen in 2017, maar ook een visie die we in de verdere toekomst willen zien. Dat was eerst de termijn, voorzitter. Dank u wel. Dan kom ik tenslotte bij de fractie van de ChristenUnie, de heer Marsman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Wij pakken gewoon even het raadsvoorstel erbij en die loop ik even punt voor punt bij langs. We hebben inderdaad kennis genomen van de lokale terugblik, lokale cijfers, jeugd en de vooruitblik, inclusief de lokale pilots. En we gaan daarmee akkoord. We stemmen tevens in dat de BVO naast inkoop en contractmanagement ook de administratie en monitoring blijft uitvoeren voor een jaar. En dat betreft dan de punten B, C, D en E uit het punt van vorige week. Door dit nog minimaal één jaar door de BVO te laten doen, kunnen wij ons samen doen, in ieder geval. Iedereen kan zich dan echt richten op die lokale transformatie, die op zich best al ingewikkeld genoeg is. En kunnen we ook onze aandacht goed gericht houden op de pilots die worden ingezet. En die pilots hebben ook onze instemming. Lijkt ons een betere aanpak dan alles in één keer loslaten. Dan kun je het misschien beter nog een jaartje voortzetten. We hebben nog wel een vraag over de tabel die op bladzijde 8 staat. In de laatste kolom staat onderin aangegeven dat er nog een egalisatiepost 3D jeugd overblijft van €72.400. En dan staat er net onder die tabel in de kanttekening dat er nog een uitname gaat plaatsvinden uit het gemeentefonds. Waardoor een extra besparing noodzakelijk is. En daar wordt dan weer €72.000 genoemd. En ik heb getracht om in de septembercirculair daar het antwoord te vinden, want daar wordt naar verwezen, maar ik kon het niet zo snel vinden. Maar betekent dit nu dat de uitname uit het gemeentefonds dan een bedrag van ongeveer €144.000 zou zijn, namelijk die €72.000 plus die er staat, en dan nog eens die extra besparing die gerealiseerd moet worden van 72, of hebben we dat verkeerd gelezen? Tot zover, meneer de voorzitter. Dank u wel. Wethouder Schelen namens het college. Dank u wel, voorzitter.
Ja, ik denk dat ik de beantwoording maar doe gewoon per spreker. Allereerst de heer Leuwik, die de aandacht vroeg voor de bijdrage van de participatieraad en ervaringsdeskundigen ook in het vervolgproces. Dat heeft natuurlijk niet alleen voorkomen gelijk en dat is ook de afspraak. We hebben met de participatieraad zeer onlangs daar ook concrete afspraken al over gemaakt. En ervaringsdeskundigen worden in toenemende mate betrokken bij het beleid, trouwens heel breed in het sociaal domein. En moet zeggen dat ja, we merken daar toch dat daar heel veel energie van uitgaat. En de ambtenaar vindt het ook leuk. Misschien ook wel leuk om te melden dat voor de derde keer Maartje Hanning op de tribune zit. Dus ik ben ook wel blij dat het vanavond zeg maar ook daadwerkelijk het stuk besproken wordt. Dan de burgerinitiatief. Ja, dit passage. Hè? Ja, ik heb hem ook nog eens een keer nagelezen. Hij wordt anders bedoeld dan u me gelezen heeft. Het lijkt erop dat er eigenlijk is van, goh, de aanbieder komt weer met iets moois hè, en u kunt zeggen wat er van is. Nou, wat ervoor staat is natuurlijk wel van dat eerst de vraag door de burger zelf kan worden gesteld. Maar u heeft in zoverre wel gelijk, het moet een interactief proces zijn. En daar gaat het natuurlijk om. Zo is hij ook uiteindelijk ook wel bedoeld. Dan de heer Middelkamp wees terecht op het punt van de administratie en de monitoring. Daar had hij terecht vastgesteld dat daar spanning is in de stukken. Dat is ook zo. Want Ommen en Hardenberg en ook Steenwijk en Land maken op dat punt een uitzondering. Vanochtend in het bestuurlijk overleg heb ik dat punt nog een keer gemaakt. Wat is er aan de hand? Het is inderdaad één stapje te ver om nu de hele administratie over te nemen. Maar Ommen en Hardenberg, en als Steenwijk en Land dat ook wil, mag dat. Ze kunnen het komende jaar zelf ook al eigenstandig de administratie voeren. En dat is voor ons ontzettend belangrijk, want dan hebben we eindelijk toegang direct tot de gegevens. En die hebben we nodig. Ik kom er straks op terug als ik inga op datgene wat de heer De Vries Robles doet. Dus het was even een stapje te ver om het dit jaar te doen. Maar we gaan zeg maar het komende jaar wel degelijk die eigen administratie voeren. Dan het punt van de praktijkondersteuner. Volkomen gelijk, die is er al. De bedoeling is evenwel dat dat wordt uitgebreid. En waarom is dat? Omdat een van de grootste kostenposten in de jeugdzorg is de GGZ. Huisartsen hebben de mogelijkheid om rechtstreeks te verwijzen. We vinden het heel belangrijk dat huisartsen in toenemende mate ook zeg maar de verbinding zoeken met het samen doen team. Nou, de praktijkondersteuner speciaal voor jeugd kan daar dus een schakel in zijn. En wij denken dat dat zowel inhoudelijk als financieel een goede zaak is. Inhoudelijk, ik weet niet of ik dat hier alles genoemd heb, maar ik vind dat het voorbeeld. We hebben een situatie gehad waarin een vrouw helemaal door het lint ging. En vroeger was die vrouw direct doorverwezen naar psychiatrische hulp. Wat was zeg maar gelukkig de situatie? Een belletje naar het samendoenteam. De vrouw was bekend. Wat was er aan de hand? Ze dreigde uitgezet te worden omdat ze een schuld had. Met andere woorden, die problematiek moet je breder bezien. En de directe doorverwijzing naar psychiaters is niet altijd de remedie. Dus ontzettend belangrijk dat dat huisartsen ook de weg weten te vinden naar het samendoenteam. En om ze enigszins te ontlasten is dus het idee van die praktijkondersteuning jeugd zeg maar niet alleen bedacht, maar vooral ook bedoeld om dat uit te breiden. Huisartsen denken daar verschillend over. Dat heeft u terecht vastgesteld. En we gaan ook zeker zien van welke huisartsen daar zeg maar graag aan meedoen. Want die gaan we natuurlijk in de pilot direct betrekken. Ja, en dan hebben we hoop dat als het goed draait, dat alle huisartsen daar aan meedoen. Hoe meer, beter wat ons betreft. Dan de verbinding met samen doen, terecht genoemd. Dat is wel de crux. We moeten inderdaad toe naar één gezin en één plan. Ik denk dat het dan ook belangrijk is dat we de verbinding met de WMO maken. Want dat wordt de opgave voor het komende jaar. Om jeugdbeleid, jeugdzorg en de WMO beter aan elkaar te koppelen. Ook het punt van de jeugdarts is genoteerd, is inderdaad ook al eerder opgemerkt. Ik heb onlangs in het bestuurlijk gesprek met de nieuwe directeur van de GGD daar ook de aandacht voor gevraagd. De jeugdarts heeft een ongelooflijk belangrijke rol, juist in de signalering. We hebben het eerder gehad over de groepen 2, waar de jeugdarts een centrale schakel is. En ja, dat moeten we natuurlijk uiterst goed koppelen. Dus daar heeft u terecht een punt. Dan de heer De Vries Robles. Ja, ik ben het geheel met uw analyse eens. Ik heb de gegevens, en dat maak ik nu al meer dan 2 jaar mee, lees ik steeds met zeer gemengde gevoelens. Het is niet zo dat de alarmbellen schellen. Zo is het niet.
Maar het is wel onbevredigend dat we steeds met onvolledige informatie moeten werken. En dat heeft niet alleen van doen met het feit dat we qua financiën een stukje onzekerheid hebben. Maar we kunnen het niet echt op sturen. En ik denk dat het echte probleem is. We hebben niet spits de aantallen per gemeente. Wel per deelsoort, mevrouw Schunselaar wees daar terecht op, hè, maar dus niet per deelsoort per gemeente. En dan kun je er dus onvoldoende op sturen. In februari is gezegd, gaan we dat krijgen. U heeft wel terecht vastgesteld dat als je kijkt naar het aantal, dat OM het relatief goed doet. En dat is zo. Betekent dat ook dat het direct financiële plussen met zich meebrengt? Dat hoeft niet. Want we stellen vast in de jeugdzorg dat met name de langdurige zorg toeneemt. En dat is juist de dure zorg. Dus in absolute aantallen kan het minder worden. Wil nog niet zeggen dat het dus in totaliteit, in geld, minder wordt. Maar OM doet het relatief wel goed. Dat mogen we best zeggen. Alleen, we betalen mee voor de regio. Hè? Dat is de verevingsafspraak. En daar hebben we dus ook van gezegd, nou, dat willen we dus in de toekomst minder doen zijn. Dan had de heer De Vries Albrecht nog een concrete vraag van, hoe staat het met de aanbieders? Kunnen zij voldoen aan de laatste, laatste twee maanden aan de zorg? Stand van zaken van vandaag is ja, men kan dat. We hebben dus niet geen probleem zoals dat eerder is vastgesteld in Zwolle. Overigens is het beleid in de hele regio zo, als het gaat om acute zorg, hè, dus echt de psychoses en dergelijke, wordt er sowieso geleverd. Dat laten we niet gebeuren. Kijk, een wachtlijst op dyslexie is vervelend, maar is wel van de andere orde. Dat is pleit. Dan mevrouw Schunselaar. Ik snap uw punt van, goh, die twee stukken die hadden eigenlijk wel gezamenlijk kunnen worden behandeld. We hebben het nou, omdat het twee stukken waren op twee avonden. Kijk, het een is natuurlijk een regionaal stuk en het ander is een lokaal stuk. Dat is de enige reden om het te splitsen, maar het had inderdaad ook anders gekund. Dank voor de gesproken waardering. Het blijft inderdaad wel een hectisch verhaal. Dat is ook zo. En ik denk dat u drie jammerpunten. Nou, had u ik heb net al iets gezegd over die cijfers. Het is inderdaad spijtig dat we nog steeds niet zover zijn. Dat is overigens niet een simpele vraag van bureaucratie. Het is gewoon een ongelooflijk ingewikkeld systeem. We hebben in Nederland de jeugdzorg ongehoord ingewikkeld geregeld. We hebben ongelooflijk veel verschillende organisaties. We hebben ongelooflijk veel verschillende disciplines. We hebben zeer veel verschillende bekosteringssystemen. We hebben ook nog eens een keer hele verschillende verantwoordingssystemen. Nou, tel maar op. Dus alle reden om het komende jaar met die transformatie te kijken naar versimpeling. Want dat is inderdaad het verhaal wat we in het komende jaar moeten gaan doen. Privacy bij vrijwilligers, een item, dat is waar. Aan de andere kant zijn we ook zelf bij. Kijk, we zien gelukkig al dat er heel veel zorg voor elkaar is. En gewoon in het vrijwilligerswerk zelf. Van oudsher. En daar, mensen gaan gelukkig met elkaar praten. Drink een kopje thee. En ja, dan heb je een gesprek. Daar wordt ook niet de privacyvraag gesteld. Dus ik vind ook dat we dat in perspectief moeten zien. Idee voor stakeholdersbijeenkomst heb ik genoteerd. Vind ik een uitstekende suggestie. En ja, natuurlijk zien wij uit naar de evaluatie. En ja, dat lokale jeugdplan, dat moet er komen. Dat wordt natuurlijk het hart van het beleid. Daar gaan we hard aan werken. Dan de heer Moerman wees met name op het punt van de administratie. U heeft de spijker bij zijn kop. We willen juist het jaar gaan benutten met de eigen administratie om zicht te krijgen op van wat er echt feitelijk speelt in Ommen. En dan kunnen we er vervolgens ook op sturen. En dan kunnen we het inderdaad eenvoudiger maken. Dus dat is precies de bedoeling om die administratie dus ook deels zelf te gaan uitvoeren. Naast het officiële systeem wat we moeten houden. Dan de heer Bongers. Eens met uw analyse. Er is erg veel werk verzet. Maar we zijn maar halverwege. We moeten nu vol inzetten op de transformatie. Juist om inderdaad het gehele gezin erbij te betrekken. U vroeg ook naar de samenwerking huisartsen samen doen. Ik heb daar toen net al iets over gezegd. U vroeg daarbij nog extra aandacht voor preventie in dat perspectief. Ik denk dat u daar een punt heeft. Met de huisartsen praten wij natuurlijk wel over preventie. Een van de huisartsen
Paul Habers is zelfs toch een van de belangrijkste spelers als het gaat om Vital Vechtdal. Het programma wat preventie ook met de ziektekostenverzekeraar nu wordt uitgerold. Dus ook huisartsen hebben wel veel gevoel voor preventie. Denk bijvoorbeeld aan de actie Stoptober tegen het roken. Nou, die is vooral vanuit de huisartsen geantemeerd. Dus er is gelukkig al heel veel aandacht bij huisartsen in Ommen voor het punt van preventie. Al kan het natuurlijk altijd meer en beter. Vrijwilligers, het is prachtig, maar die moet ook worden ondersteund. Ja, daar heeft u gelijk in. Ik denk dat we juist ook in, om elkaar in de beleidsnota dat punt ook hebben gepakt. We hebben vrijwilligersbeleid, we hebben een vrijwilligerssteunpunt. Er zijn steeds meer faciliteiten voor vrijwilligers. Maar dat is ook iets wat we blijven moeten ondersteunen. En we hadden toen net het gesprek over cultuur. We zullen ook juist de jeugd moeten stimuleren om het vrijwilligerswerk te doen. Maar dat mag ook gezegd worden. Vrijwilligers alleen kunnen dit niet aan. Professionele inzet blijft inderdaad steeds nodig. En dat is ook zo. U vraagt nog om een uitwerking van de vier O's. Dat gaat ook gebeuren. In regionaal verband worden de criteria uitgewerkt. En dat moet natuurlijk ook. Het is overigens wel zo. Het is natuurlijk met name aan de gemeente die er beroep op wil doen om aan te tonen dat in dit geval het aan de orde is. Maar ik heb er natuurlijk geen enkele moeite mee om, als het zover is, om u daarover te informeren. Net zoals we dat zullen doen over de deelprogramma's. Ten slotte de heer Marsman. Dank voor de steun. En u heeft het goed begrepen. We hebben inderdaad het komende jaar. Laten we de BVO het formele werk nog doen om onszelf te kunnen richten op inhoud. De pilots die zijn er inderdaad belangrijk. We willen oefenen, leren, zicht krijgen op wat er daadwerkelijk gebeurt. En we denken dat dit zo kan. En tenslotte nog uw vraag over de septembercirculaire. Hoe zit dat nou? Het is inderdaad een beetje verwarrend. Het komt omdat de septembercirculaire eigenlijk één korting heeft gedaan op zowel WMO als de jeugd samen. We hebben het even nageplozen. Het is ongeveer 72.000 wat de septembercirculaire met zich meebrengt aan korting voor Ommen. Dus dat is los van de twee, toevallig hetzelfde bedrag wat staat bij het egalisatiepost. Maar de korting in de septembercirculaire is dus voor jeugd, voor Ommen, 72.000 euro. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk of er behoefte is aan een tweede termijn van de zijde van de gemeenteraad. De heer Leuwik niet, CDA-fractie. Middelkamp, VOV-fractie. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de VOV zou graag met het voorstel mee willen gaan, maar de beantwoording van de wethouder in eerste termijn is nog net niet voldoende om, althans voor ons, goed te snappen waar we nou precies ja tegen zeggen. En daarom nog even een paar puntjes die we graag voor de zekerheid eruit lichten. Als het gaat om de administratie en de monitoring, gaf u aan dat we dat volgend jaar al zelf kunnen gaan doen. Iets in die orde van grootte gaf u aan, voorzitter. Betekent dat nou dat we het volgend jaar in de loop van het jaar of volgend jaar al gaan doen en dat we alsnog die punten D en E of E en F, ik weet niet meer, die laatste twee, administratie monitoring, uit het contract met BVO halen? Of bedoelde u nou te zeggen dat we volgend jaar de haalbaarheid ervan gaan toetsen, zodat we niet in 2017, maar in 2018 het zelf gaan doen en het alsdan uit het contract halen. Dus of het is dubbel of het is een of het ander. Dan even over de inzet van de praktijkondersteuner. We hebben inderdaad gemerkt dat huisartsen zeggen van ja, wij hebben een praktijkondersteuner. Die valt onder onze verantwoordelijkheid en die zetten we in daar waar wij denken dat dat nodig is. En wij hebben vooral behoefte aan een goede verbinding met samen doen, jeugdartsen, et cetera. Nou, wat dat laatste betreft gaf u aan van ja, dat is scherp gezien of een goed punt en zo. Maar gaat u daar nou ook wat aan doen? En welke toezegging kunt u in die richting aan ons voorleggen? Definieert u daar een project of is dat al voorzien en is dat nog niet in het voorstel meegenomen? Dus wat gaat u nou doen? Wat bent u hiermee van plan? Want dit is een vrij cruciaal punt om er in de toekomst in het kader van één plan, één regisseur succes van te maken. Dan weer even terug naar de praktijkondersteuner, voorzitter. Als de praktijkondersteuner die er is door een huisarts niet wordt verkozen om ingezet te worden, om welke reden dan ook, dat zou vreemd zijn, want de man werkt voor alle huisartsen, hebben wij begrepen. Dan zou er gekozen kunnen worden voor de inzet van de praktijkondersteuner
in het kader van de pilot. Maar waar wordt deze tweede functionaris, deze tweede praktijkondersteuner dan organisatorisch opgehangen? En onder wiens aansturing wordt betrokkenen ingezet? En wie betaalt deze functionaris? En dat zijn toch wel een aantal randvoorwaarden die goed zijn om te weten voordat we ja kunnen zeggen tegen dit voorstel, voorzitter. Dat was het in tweede termijn, dank u. Dank u wel, de fractie van D66, de heer De Vries-Robles. Niet. Fractie VVD, mevrouw Schunselaar. Ja, twee kleine puntjes, voorzitter. De wethouder antwoordde op cijfers BVO februari. Ik ga ervan uit dat het februari 2017 is. En daarnaast noemde de wethouder ook, ja, dat gaan we zeker doen, lokaal jeugdplan. Maar dan is mijn vraag eigenlijk wanneer? Dank u, voorzitter. Dank u wel. Fractie LPO niet. ChristenUnie-fractie, de heer Marsman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. We krijgen hier toch intern nog een klein beetje discussie over die 72.000. Begrijpen we nu goed dat die 72.000 euro die dus nu als positief staat, zeg maar de 72.000 euro die we extra moeten besparen goed maken, zodat we eigenlijk netto op nul uitkomen? Of is het nu toch een hoger bedrag en moeten we dan toch aan die 144.000 euro denken? Ik heb nog steeds niet het gevoel dat ik het echt helemaal goed begrijp. Dank u wel. Wethouder Schelen. Kan ik? Ja. Ja, dank u wel. Ja, allereerst de VOV, de heer Middelkamp. Hoe zit het nou met die administratie? We hebben niet het contract van de BVO op dit punt opgezegd. Dus de administratie blijft rechtens in 2017 bij de BVO. Dat is één. Twee, we hebben gezegd van, maar we willen wel in 2017 onze eigen administratie kunnen doen. Om te leren, om te weten en om vooral de pilots ook verder te doen ondersteunen. Met andere woorden, we gaan het deels dubbel doen. En we denken dat dat heel verstandig is, omdat we dan in 2018 des te beter geëquipeerd zijn. We hebben erg veel baat gehad bij het feit dat wij bijvoorbeeld met de samendoensteams zijn begonnen eerder dan 1 januari. We hebben ze gewoon een aantal maanden laten proefdraaien. Nou, we willen in feite met deze administratieve zaak willen we ook proefdraaien. Dat is het verhaal. Dan de praktijkondersteuner. Voorzitter, mag ik een kleine interruptie? Want in het voorstel staat dat het niet haalbaar is gebleken. Nee, het is niet haalbaar gebleken om de hele administratie in 2017 over te nemen van de BVO. Dat bleek niet haalbaar. Oké. Dan de praktijkondersteuner. U vroeg van, goh, wat wordt dan het voornaamste punt? Dat is vooral het verbinden met het samendoenteam. Dat wordt de hoofdtaak van de praktijkondersteuner. Ook om de reden die ik in eerste termijn al meldde. Dus dat wordt een expliciete taak en dat gaan we ook zo vastleggen. En dat betekent dat ook de vraag is van, goh, wie gaat die aansturen? We moeten het natuurlijk met de huisartsen over hebben van, goh, gaat het goed werken? En we gaan het niet opleggen. Aangezien de gemeente betaalt, hè, maar dat is ook een vraag van u, hebben wij natuurlijk wel de wens om zo te organiseren dat inderdaad die samenwerking met het samendoenteam er ook daadwerkelijk uitkomt. En twee, we hebben er ook wel behoefte aan, dat dit leidt tot mindere rechtstreekse verwijzing naar de jeugd GGZ. Want dat was de oorspronkelijke bedoeling. Maar nogmaals, we gaan het natuurlijk met de huisartsen bekijken. Want dit kan alleen maar werken als je dat met elkaar goed regelt. De heer Vries-Robles. Ik zou mij een interruptie willen permitteren, omdat ik denk dat wij mogelijk niet goed de implicatie van de term ondersteuner voorzien. Omdat die ondersteuner is namelijk een steun aan de medische voorziening die de huisarts biedt. Met andere woorden, die kan nooit in de plaats komen van de medische verantwoordelijkheid die de huisarts draagt. En als dus een klant, cliënt, kind zich tot de huisarts wendt, dan kan die praktijkondersteuner wel namens hem een aantal dingen doen.
Maar de besluitvorming en de medische verantwoordelijkheid blijft ten alle tijde bij de medische professional, de huisarts, liggen. En dat betekent dus dat je die niet kan aansturen vanuit de gemeente. Althans niet in die taak. Je kan er wel voor zorgen dat er een verbinding ontstaat tussen de huisartsenpraktijken en de gemeente. Maar dat is een iets heel anders dan het schouwen van wat dat kind nodig heeft en vervolgens vanuit je eigen professionaliteit een middel willen inzetten. Voorzitter, ja? Ik zou graag de heer De Vries-Rolles danken voor deze interruptie. Want dit is precies waar wij tegenaan liepen en waar onze vragen over gaan. Van hoe zit het met de verantwoordelijkheden en hoe zit het met de aansturing en wie betaalt. Maar ik begrijp dat het een soort van, even in eigen woorden vrij vertaald gezegd, een verbindingsfunctionaris is tussen enerzijds de huisartsenpraktijk plus eventueel de praktijkondersteuner die al aanwezig is. En iemand die een praktijkondersteunende rol vanuit het samen doen team gaat vervullen. En daarmee de verbinding tussen beide gremia legt. Als dat zo is, dan snap ik hem, denk ik. Dan blijft nog even de vraag over als deze functionaris wordt ingezet. Hè, de verbindingsondersteuner, zal ik maar zeggen. Dan wordt hij toegevoegd bij of naast of tussen het samen doen team. Betekent dat de gemeente die functionaris betaalt. Hè, dus de pilot is rekening gemeente. Zijn deze kosten ergens al verwoord of komt daar een begrotingswijziging voor? Wethouder Schelen. Volgens mij is dat impliciet in de stukken opgenomen, maar ik kan dat wel even voor u nazoeken. Dus mocht daar inderdaad een begrotingswijziging voor noodzakelijk zijn, dan gaat u die krijgen. Maar volgens mij is dat al in het budget jeugd verwoord bij de pilot. Maar ik zoek het even voor u op. Dan, mevrouw Schunselaar. Ja, februari 2017, zo is het in ieder geval wel gemeld. Ik moet zeggen van, ik heb wel vaak meegemaakt in BVO-verband dat er werd gezegd dat wij de definitieve cijfers zouden krijgen. Dus blijf, maar goed, we blijven erop hameren. En het jeugdplan, wanneer krijgen we dat? Ja, ik wil daar eerlijk gezegd eerst eens even met een aantal organisaties over praten. Want we willen dit ook met de participatieraad eens een keer goed opzetten. Er zijn een paar hele actieve mensen die zeg maar willen nadenken over het jeugdbeleid. Ik zeg u toe dat ik daar schriftelijk op kom. Gaat u in ieder geval maar vanuit dat het ergens in het voorjaar is. Maar een maand wil ik hier nu niet noemen. Juist om eerst, ja ook in 2017 uiteraard. Maar ik wil even met die organisaties erover hebben van, goh, wat is dan een goed proces. Tot zover. Oh, sorry, excuus. De ChristenUnie nog met de 72.000. Het is zo dat de 72.000 die uit de september circulaire was nog niet in dit staatje opgenomen. Dus dat telt af naar nul. Dank u wel. Dan kijk ik of wij over kunnen gaan tot besluitvorming. En ik heb de indruk dat een ieder voor zou willen stemmen. Maar ik kijk even naar de heer Middelkamp. Onze fractie zal voorstemmen, voorzitter, vanwege de toezeggingen die zojuist en de uitleg die zojuist door de wethouder zijn gedaan. En daarbij de kanttekening dat wat ons betreft het stuk op beide punten, het administratieve monitoringen gedeelte zoals u dat heeft uitgelegd en de rol van de verbindende functionaris als praktijkondersteuner, wat ons betreft wel wat duidelijker in het stuk had mogen voor. Dat had ons een heleboel vragen over en weer kunnen schelen. Maar nu we snappen hoe het zit, zullen wij voor dit voorstel stemmen, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Nog andere stemverklaringen, anders concludeer ik af dat een ieder heeft voorgestemd. Al dus geschied. Dan kom ik bij het volgende punt van vanavond. En dat gaat over het normenkader 2016 ten behoeve van de accountantscontrole. En de vraag is of iemand daar het woord over wenst. Maar ik zag een aantal mensen de hand opsteken. De heer Van den Morgen, ChristenUnie-fractie. Dank u wel, meneer de voorzitter. Wij hebben als fractie absoluut niet de pretentie om ons te ontwikkelen tot financieel expert. Maar we hebben toch wel enige behoefte om bij dit onderwerp een paar vragen ter verduidelijking te stellen. Het is ons duidelijk waarom het gaat. Welke tolerantie geven we mee aan de accountant wat betreft goedkeuring en wat betreft zijn rapportage? Die goedkeuringstolerantie die wordt ontleend aan het besluit BADO.
Maar waarom wordt voorgesteld om voor de rapportagetolerantie hierbij aan te sluiten, waarbij wij er dan maar van uitgaan, althans die vraag hebben we, dat het aansluiten betekent gelijk te laten zijn aan. Je kunt het ook nog wat anders uitleggen. Als we het stuk lezen, dan zien we onder het kopje argumenten dat daar eigenlijk helemaal geen argumenten worden genoemd. En dat verbaast ons dan. Of het zou al moeten gaan om het argument gewoon doen wat Bado voorschrijft. Maar waarom in dat kopje onder argumenten dan ook het voorstel wordt genoemd, is ons niet helemaal duidelijk. Ten slotte, meneer de voorzitter, wat is eigenlijk dat normenkader? Voor zover wij weten, gaat het bij een normenkader om een overzicht van eisen en om een werkwijze. Dus het gaat eigenlijk om inhoud. Hier gaat het alleen om een opsomming. En onze vraag is dan ook, is een hier bedoeld normenkader niet meer dan een controleprotocol, waar elementen uit het voorliggend raadsvoorstel in zijn verwerkt, met daarbij een overzicht van wet en regelgeving waarop dat protocol van toepassing is? Het is een beetje een lange zin, die laatste, maar is die duidelijk of zal ik hem... Prima, dank u. Dank u wel. Dan kijk ik of de fractie van de LPO niet, Partij van de Arbeid niet, VVD. Mevrouw Lagas. Voorzitter, nog een kleine opmerking. Bij de verschillenanalyse, daar wordt aangegeven dat er weer een ondergrens van 20.000 euro gehanteerd wordt. We hebben, meen ik, bij de vorige jaarrekening nog een discussie gehad over een aantal posten die daar op of onder vielen, die of politiek gevoelig lagen of die in procentueel ten opzichte van het totale bedrag daar vlak boven zaten. Dus wij willen toch wel graag meegeven dat op die plekken waar politieke gevoeligheden liggen, of dat het toch wel een groot deel van het totaal beschikbaar gestelde bedrag is, om daar even aandacht voor te hebben bij het opstellen van de jaarrekening. Dank u wel, fractie van D66, de heer De Vries Robles. Voorzitter, dank u wel. Ik heb eigenlijk een wat verwante vraag aan die van mevrouw Lagas. Wij hebben inderdaad afgesproken om een ondergrens van 20.000 euro te hanteren, maar we hebben vorig jaar de discussie gehad of dat een gesaldeerde ondergrens was of dat dat een verschil was per post in het saldo. En toen hebben wij volgens mij duidelijk afgesproken dat het niet een salderingspost is, maar dat wij begrotingsposten hebben en een afwijking die groter is dan 20.000 euro wordt gerapporteerd. Dat hoeft niet te betekenen dat het totaal meer dan 20.000 euro afwijkt per programma. En dat mis ik hier nog wel. En wat misschien ook nog wel verhelderd kan worden, is wat is nou het verschil tussen rapporteringstolerantie en verschillenanalyse? Dat is een vraag die eigenlijk niet beantwoord wordt. Maar dat zijn wel degelijk twee totaal verschillende begrippen. En daarom zou ik wel aandacht vragen misschien voor enige verduidelijking op dat gebied. De heer Middelkamp. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de derde fractie op rij die iets over die verschillenanalyse kwijt wil. En wij zouden graag willen kort terugblikken op het resultaat van het rapport en de terugkoppeling van BMC. Waarin over onze begroting is vastgesteld dat we structureel het aardig voor elkaar hebben. Dat klopt wel, maar bij de jaarrekening we incidenteel regelmatig uit de bocht vliegen. En hoe past dan dat bedrag van die 20.000 euro daarbij? We zouden die bij de jaarrekening die incidentele overschrijdingen zouden we niet willen zien. En dat, maar ze zijn er omdat we zo heel strak en scherp begroten. We houden zeker geen pleidooi om ruimer te begroten, om dat tegen te gaan. Maar we zouden eigenlijk die overschrijdingen niet moeten willen met elkaar. En we zouden graag horen van de wethouder hoe we daar nog een verbeterslag zouden kunnen maken. En dan, voorzitter, eigenlijk een vraag aan de gehele raad. Landelijk is er veel aandacht voor de niet volledig besteden budgetten in het sociaal domein. Er worden gigantische bedragen van meer dan een miljard genoemd voor wat ze waard zijn, die als overschot ergens in de gemeentelijke begroting weer een plekje krijgt.
Ook onze raad worstelt met dit vraagstuk. We hebben vorig jaar in de jaarrekening om en nabij de miljoen overgehouden. En dit jaar heeft het er alle schijn van, als we kijken naar het resultaat van de tweede bestuursrapportage, dat dat ook weer het geval zal zijn. Voorzitter, dat bedrag, dat parkeren we niet als bestemmingsreserve, maar dat maakt onderdeel uit van de algemene reserve. En dat willen we met elkaar heel goed gaan volgen. Toen we bij de jaarrekening de accountant BDO vroegen om een aantal analyses los te laten op de verschillen en op dat resultaat, dat overschot, werden die vragen als nogal politiek bestempeld en eigenlijk niet serieus beantwoord. En daar hebben we eigenlijk als VOV-fractie wel een kater van overgehouden, want wij vonden dat nogal behoorlijk essentieel. En daarom, voorzitter, de vraag aan de gehele raad of wij het verstandig vinden om, en dan sluit ik aan bij wat collega Van der Moren zei, dat we wat meer op inhoud naar dit kader zouden moeten kijken en specifiek de opdracht als kader zouden moeten meegeven, zouden moeten willen meegeven, dat het totale budget en alle bestedingen en alle onttrekkingen aan dat budget door de accountant specifiek voor deze raad worden benoemd, zodat we precies inzichtelijk hebben wat we hebben gekregen, wat we besteed hebben, wat we over hebben en dat overschot we in de toekomst zouden kunnen volgen. En als daar behoefte aan is bij onze raad, voorzitter, dan zouden we misschien rondom de tweede termijn een korte schorsing kunnen inlassen om dit voorstel met deze informatie en deze tekst te amenderen. Voorzitter, dank u wel. De fractie van de CDA, mevrouw Bakelaar. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb hier een aantal zaken van de collega's gehoord, waaronder mevrouw Lagas, maar nu ook de VOV-fractie, waarvan ik denk dat we te maken hebben met een technisch normenkader, wat getoetst moet worden en wat de account meeneemt. En je hebt het over een inhoudelijk kader, waarbij we wel zoals raad gezegd hebben dat we bepaalde thematieken willen behandelen of extra aandacht willen hebben vanuit de accountants. En ik denk dat we die twee zouden scheiden. Dus dat is gelijk een reactie op de VOV-fractie wat ons betreft. Daar zou ik er eentje aan toe willen voegen. Namelijk, we hebben mooie ontwikkelingen gemaakt op het gebied van risicomanagement. Dus dat is ook een onderdeel wat je mee zou kunnen nemen, waar de accountant ook nadrukkelijk naar gaat kijken. Hè, op basis van de risico's die geconstateerd zijn en waar we extra op moeten letten. Maar volgens mij zijn dat andere zaken dan het normenkader wat nu vanavond voor ligt. Dus ik zou die twee willen scheiden. Althans, CDA-fractie zegt scheid die, want dat zijn echt andere dingen. Dank u wel. Wethouder Schelen namens het college. Ja, waar een normenkader al niet toe leidde, dacht eerst even van, goh, wordt dit een hamerstuk? Nou, dus niet. En ik denk dat het ook een beetje van doen heeft met het feit dat we natuurlijk wel oog hebben op de noodzaak om een accountant goed aan te sturen. En tweede is dat onze begrippen voor verwarring zorgen. Maar ik denk dat de heer Van der Moorden de spijker op zijn kop heeft. Een normenkader suggereert meer dan in dit geval. Het is inderdaad een controleprotocol. Er zitten een paar vaste normen in. En inderdaad, we hebben het heel sec willen houden. We dachten van, goh, laten we de BADO voor volgen. Ook met die 20.000 grens bijvoorbeeld. Overigens is het uw eigen accountant geweest die gesuggereerd heeft om dat bedrag juist op te hogen. Maar voor de goede orde, u had daar om hele goede redenen weinig behoefte aan. En ook nog eens keer voor de goede orde, die 20.000 is een max. Betekent dat dus zeg maar een overschrijding van dat bedrag door de accountant moet worden gesignaleerd. Maar het staat hem vrij, en nou, mevrouw Lagas noemde al de punten waar het voor de hand liggend is. Als het zeer opmerkelijk percentuele stijging, ja, dan zal de accountant daar zeker wat van zeggen. Dat spreekt natuurlijk voor zich. De heer De Vries Lobes, ja, ook u heeft het in feite over het woordenapparaat. En daar zullen we een volgende keer eens even goed naar kijken. Kijk, het gaat natuurlijk uiteindelijk toch om een oordeelsvorming voor een accountant. Niets meer, niets minder. En kom ik gelijk ook op het punt van de heer Middelkamp. Dat is inderdaad iets anders. Dit is eigenlijk een technisch gebeuren. Maar u heeft behoefte om ook met de collega's te praten over zeg maar, wat vragen we aan de accountant. Nou, ik denk dat dat zeker een onderwerp is wat u in verband van de raad natuurlijk kunt noemen. Maar dit normenprotocol leent zich daar wat minder voor, denk ik. En dat lijkt me ook de beantwoording in eerste termijn, voorzitter.
Oké, we gaan even kijken of dat dan een tweede termijn gaat leiden. Of dat we tot besluitvorming over kunnen gaan met deze toelichting. Dat lijkt bijna het geval, de heer De Vries Robles. Ik snap dat er, zal maar zeggen, een groot verschil is tussen dit technisch normenkader en de wens van met name de VOV om meer helderheid te hebben over hoe de opbouw is van fondsen in het sociaal domein. Maar in dit verband zou ik gewoon de opmerking mee kunnen geven. Het staat ons vrij om in de jaarrekening een toelichting te geven. En misschien is dit een hele goede hint om dan een toelichting voor het sociaal domein zodanig te maken dat dat wat gevraagd wordt gevolgd kan worden. Voorzitter, daar kan ik wel mee uit de voet. Als de raad er dan ook mee uit de voet kan, dan zou het zo kunnen zijn dat we dit alsnog bij hamerslag gaan vaststellen. Al dus geschied. Dan kom ik bij het laatste punt van vanavond, alvorens we gaan sluiten. En dat is de 9e maar liefst begrotingswijziging van de bestuursdienst Ommen-Hardenberg, waarop u een zienswijze kunt indienen. En de vraag is of daar behoefte aan is. Ik kijk ook hier even rond. Fractie van het CDA niet, VOV niet, D66 niet, VVD niet, Partij van de Arbeid niet, LPO niet en de ChristenUnie niet. Dan concludeer ik dat wij geen zienswijze hebben. En heeft u al dus besloten. En dan kom je bij de sluiting van deze vergadering. En omdat u zo vroeg klaar bent, denk ik dat er nog wel een glaasje cola beschikbaar is. Ik dank u, ik wens u een hele fijne avond. En graag tot ziens. En een solo op de gitaar.